allemaal en welkom bij Tisdy en Toys. Vandaag is het zaterdag en vandaag heb ik voor jullie weer een LOL video. Ik heb voor jullie LOL Confetti Pop Wave 2 met Snukkelbeep op de voorgrond. Ik heb 2 ballen, we gaan ze alle 2 openmaken en hopelijk hebben wij 2 nieuwe. Ik heb mijn checklist hier. Beginnen we eerst met deze. Dit is altijd heel moeilijk om de ritslag er goed af te krijgen. De eerste laag gaat er wel, maar de tweede laag, dat is verschrikkelijk. De clue is Cherry Bomb. Is dat een special one? Ik weet het niet meer. Wie is Cherry Bomb? Is dat een special one? Cherry Bomb. Ja, we hebben een special one. Aha, we hebben een gouden. We hebben een gouden. Volgens mij is dat... Nee, het is geen Punkboy, toch? Is dat Clams genoud, volgens mij. De stickertjes. De kleuren zijn echt... Het lijkt wel inkt is bijna op. Hier, we hebben wel een special one. Cherry Bomb. Ja. Dit is een picnic baby. Dit is geen queen. We hebben een van de... andere Ultraverse. Zou ik zeggen. Is de tattoo. Mij wordt het bij de... Oeh, ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit... Ik heb al een video gezien waar die open is geweest, volgens mij. Maar dat zou echt... echt erin en eruit zijn. Ik weet niet meer welke bij hoort. Beginnen we eerst met deze. Alle dingen vliegen altijd eruit. Oh, is de beker. Mooi. We gaan eerst met de beker. Dan kom ik aan het kijken. Oeh, een zwarte zilveren dop. Volgens mij is het een picnic babe. Of is het kleur? Klemstraat is een andere, toch? De schoentjes. Witte schoentjes met zwarte boot. Zwarte top. Volgens mij is het Bikini Baby, ja. Oh, ik stoot weer de camera aan. Outfit. Ja. Zwarte outfit. En de laatste. Waar is de laatste? Oeh, die zit er weer in. Hey. Zit er niet in. Kijk, die is leeg. Die is leeg. Die is leeg. Dus moet binnenin zitten. Oh ja, het is een beret, hè, wat hij heeft. Een accessoire. Die past niet erin. Nou, we gaan hem iets omhoog trekken. Hoog doen. En we gaan kijken hoe die popt. 3, 2, 1. Pop. Oeh, glitter. Even kijken. Wat glitter, Jos. Het glitter. We gaan de camera weer naar beneden doen. En we gaan kijken. We hebben 2 bakjes. Hier zit de confetti. Oeh, zwart zilver. Zwart en goud. We
Oké, dit is natuurlijk de hoofddeksel. De beret. Er zit nog wat in. Moeder. Of niet? Ja, hier zit er nog wat in. Kijk, een winkie. Kijk al dat ik dat voelde. Ik val bijna weg voor je. Met een winkie. Dus vergeet hem niet. Een winkie zit er nog in. Wow. Wow. Het zit een beetje los. Dat maakt niet uit. Ik vind hem geweldig. Nou, we gaan eerst de volgende openmaken. En daarna gaan we kijken wat ze kunnen. Gaan we eerst naar de volgende. Als dit ook een ultraware is. Nou, ben ik helemaal blij. Ach. Jeetje. Beautiful. Die had ik even wat. En de clue is... Zandkist. Nou een andere. Nou gaat die wel open. Zie je? De stickertjes kent iedereen al. Dus daar hoef ik niet meer op te concentreren. Boom. Kijk, het is dezelfde wing tattoo. Hè? Van al die sunkissen is het dezelfde. Ja, dit, als je dit eraf had, is het mooie. Zo. Nou, laten we maar eerst even gaan spinnen. Dat doe ik altijd. We gaan willekeurig openmaken, want anders kom je altijd dezelfde dingen tegen. En we eerst hier. Oeh, gelijk de dingen. De schoentjes. Ik hoop niet dezelfde. Oeh, we hebben nu... Nee, het zijn geen schoentjes. Het zijn paarse dingetjes. Een soort armbandje. Oh ja. Oh, zwembandjes zijn het. Diegene kan niet zo goed zwemmen, denk ik. Oeh. Allemaal zo strak erin, joh. Wat hebben we hier? Oeh, zwemflippers. Ik weet al welke ik heb. Naar de zwembandjes gekeken wist ik al welke ik had. Jullie ook, hè? Ik vind mij leuk. Heb je een nieuwe? De outfit. Volgens mij, ja. Oh nee, de beker. Ik dacht de outfit. Maar dit is de beker. Een blauw beker met een paarse, net als die kleur, doorzichtige top. Voilà. Hij is leeg. Oh nee, hier zit hij. Ik dacht van, waar zijn we gebleven? In het godsnaam. De outfit. Een mooie zwempakje met een mooie topje, zeeschelpen topje. Even terug, het gaan poppen. Zo, doe ik de ding weer iets omhoog, zodat we zien hoe ver die gaat springen. 3, 2, 1. En, valt alles op de grond nu? De achterblus staat een gaatje open, dan valt alles op de grond. Dan gaan we weer inzoomen. Hoppa. Dit gaan we allemaal bij elkaar sorteren. Zo.
even de rol. En we hebben... Hier is ze dan. Oeh, ik vind de kapsel echt heel erg vet. We hebben Waves. Oh, vet joh, die kapsel. Nou, ik ga een pakje met ijswater pakken en we gaan kijken wat ze kunnen. Deze kan in ieder geval van kleur veranderen en deze niet, zo te zien. Maar we gaan kijken wat ze nog meer kan doen. En dan kleed ze ook aan, trouwens. Ik heb ze aangekleden. Ik heb een bakje met ijswater. Nou, er zit geen verbruikbrandje meer in. Zo snel gaat het hier. Super warm hier binnen. En natuurlijk een bakje met warm water. Want je weet nooit of ze van kleur kunnen veranderen. Beginnen we eerst met Picnic Baby. Zou ze kleur veranderen? Gaan we eerst in het warm water douwen. Ik ga de camera iets verschuiven. Ik hoop doet het zo. Oh, moet je kijken. Is dat groen? Of was het al groen? Zie ik nog niks, hè? Gaan we die kant opschuiven? In het koud water. Oh, moet je haar zien? Dit is echt geweldig, de haar. En op de rug... Kijk, als ik het vestje even uitdoet, zie je het beter. Zie je? Ze krijgt een soort hoofdband. De haar wat roze. Een soort topje alvast. En een broekje, maar die broekje zit er nou overheen. Wat vet. En als ik in het gewone water doet, is de kleuren weg. Ah, dan is het weg. Nou, dat is leuk zeg. Dan gaan we naar Waves. Zij kan niet van kleur veranderen. Nee. Maar ze kan vuren of ze kan een mystery. Kijk dan. Spuit uit de oren. Denk dat dit een mystery variant is. Nou, daar ben ik heel blij mee. Wil je niks missen? Ik upload elke dag een video. En wil je niks missen? Abonneer op deze kanaal en druk dan op het belletje. Zodat je elke dag een nieuwe video van mij te zien krijgt. En hopelijk zie je weer een nieuwe video. Weer tot morgen. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Doei.